Hallo allemaal, welkom bij deze korte video tussendoor. Even omdat wij sinds kort ook volop bezig gaan met boomverzorging. En dat is natuurlijk iets wat al langer bestaat, maar voor ons is het een vrij nieuw terrein. En dat betekent ook allerlei gave nieuwe spullen die daarbij horen. En twee daarvan wil ik even kort aan jullie laten zien. Allereerst is dat de Zigzag van Petzl. Is al wat langer op de markt, maar is ondertussen een vrij verfijnd apparaat geworden. Veel gebruikt voor dubbeltouw klimmen, waarbij dus het touw over een tak heen loopt en hier weer terugkomt met een karabiner hierin vastzit. Met nog een tweede oog voor aan je borstharnas vast te maken bijvoorbeeld. Je voert het touw door en om af te dalen of te verplaatsen, ja, duw je eigenlijk deze ketting naar beneden. En dan werkt het eigenlijk gewoon als een gewone proeshik. En daarom heet het dus ook wel een mechanisch proeshik. Vast. En met een vrij lichte beweging kan je weer doorvoeren. Wil je hem nou liever als single rope gebruiken, dus met een statisch touw, dan heeft Petzl daar de chicane bij. Die monteer je hieraan vast. En dan heb je eigenlijk een extra controlemiddel waardoor je op single rope kan klimmen. Een ander apparaat in dezelfde categorie van mechanische proeshiks is de Akimbo. Dit is wel een tof ding. Is pas net gecertificeerd voor de Europese markt. Het komt uit Amerika. Specifiek gemaakt eigenlijk voor single rope. Is ook te gebruiken als multirope of dubbeltouw. Gaat hierdoor. Misschien een beetje dik touw. Klikt samen. En hij blokkeert. En ook weer hier door hem samen te knijpen. Kan je hem doorvoeren. Leuke eraan is. Buiten dat het gewoon een heel gaaf ding eruit ziet. Je kan frictie instellen. Hier aan de zijkant. Dus als je hem open hebt. Laat hem even openmaken weer. Daar ben ik nog steeds een beetje maar aan het rommelen hoor. Juist. Je kan op twee punten frictie instellen. Waardoor je dus per touw of per weersomstandigheid kan je zelf helemaal aanpassen hoe je wil dat die reageert. Dat doe je simpelweg zonder gereedschap door dit palletje weg te draaien. Hier wat uit te trekken en dan kan je hem draaien. En dan met twee pinnetjes lokt hij weer. Die er weer op. En dan verander je de frictie. Ik ben in ieder geval erg benieuwd hoe dit ook in de praktijk zou werken. Dus dat gaan we binnenkort uitproberen. Valt wel op dat er hier maar één oog zit voor een karabiner. Dus als je hem als dubbeltouw wil gebruiken, dan zou je dat aan je brug van je gordel vast moeten maken. En dat is misschien weer wat minder netjes als bij de Zigzag. Nou, tot zover even een korte blik op twee gave nieuwe apparaten die bij het nieuwe onderdeel van boomverzorging hoort dat wij hier tegenwoordig voeren. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doeg!